wil je vrouw ten huwelijk vragen. Maar hoe doe je dat tegenwoordig nog op een originele manier? Nou, Jeroen van Rooyen uit Leusden pakte flink uit. Hij verraste zijn vriendin bij de turnvereniging. Kijk, hier komt ze aan. En zijn dochter drukt op de rode knop. Maar ja, wat er dan gebeurt, dat houden we nog even geheim. Een groot spektakel. Goedenavond, dit is U Vandaag. Ja, cliffhangertje, maar het werd een groot spektakel. Ja, dat was wat die dag, zeg maar. Zei ze ja. Ja, anders zou ik hier niet zitten. Nee, nee, dan ga je niet vol trots je verhaal vertellen. Dan was het... nee. En door. Het is, een heel mooi huwelijksaanzoek. Heb jij eigenlijk ooit al ten huwelijk gevraagd? Nee, nog niet. Nog niet? Misschien vanavond? Ik heb wel een vriend, ja. Oké, okay, nou, misschien zit hij te kijken. Ik krijg inspiratie. Onze stamgast van vandaag is voedingsdeskundige Emina Zorlak. En zij gaat het hebben over de oorsprong van al dat lekkers hier op tafel. Taitaitjes, chocoladeletters, noem het maar op. Maar eerst stel ik u graag voor aan de nieuwe vrouwelijke Mark Rutte. Of misschien wel de nieuwe burgemeester van Utrecht. Anna Groothuis, 12 jaar en dol op politiek. Toch, Anna? Ja, zeker. Je hebt het zelfs voor elkaar gekregen om Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, even aan zijn jasje te trekken. Ja. Vertel, hoe heb je dat gedaan? Waarom? Nou ja, ik had dus een spreekbeurt. En die ging ik houden over burgemeesters. Nou ja, die moet ik nog houden. En ik weet al best wel veel over politiek, maar ik wou eigenlijk nogal meer weten over politiek in Utrecht. Nou ja, en toen het leek me natuurlijk wel het leukst om wat vragen te stellen aan hemzelf, Jan van Zanen. En toen hebben we een mailtje gestuurd naar de gemeente, want daar kon je contact met hem opnemen. Ja, en toen gaf hij eigenlijk al wel best wel snel antwoord en toen zei hij, ja, ik heb wel tijd. En heeft hij een beetje, wat was je prangende vraag? Wat vond je de vraag wat je sowieso van hem wilde weten? Ik had niet echt één vraag die ik per se aan hem wilde stellen. Maar ik vond bijvoorbeeld, hoe bent u burgemeester geworden? Nou ja, allemaal dat soort vragen vond ik wel heel leuk om te stellen. Want zou je dat ook willen? Zou je ook burgemeester van Utrecht willen worden? Ja, het lijkt me wel leuk. Maar mijn grootste droom is wel om minister te worden. Om minister te worden. Ik vind het zo grappig, want je kan ook heel goed hockeyen. Je kan goed hardlopen. En dan kies je voor de saaie politiek. Ja, nou, ik vind het heel leuk. Waarom? Wat vind je er zo leuk aan? Nou ja, ik hou sowieso heel erg van om met meningen bezig te zijn. Van mezelf, maar ook van anderen. En die dan een beetje te vormen tot, zeg maar, ja, één grote mening. Dat vind ik heel leuk. En je hebt ook goede ideeën. Je hebt een keer een idee mogen inzenden. Vertel. Ik had de oudertelefoon bedacht. Want ik zit zelf ook in de Raad van Kinderen. Die geeft... een soort advies? Ja, advies aan de regering. En dat is heel leuk. En toen kwam Hugo de Jonge met eigenlijk het probleem kindermishandeling. Wat vinden jullie nou van kindermishandeling? Hebben jullie daar ideeën over? En toen moesten we in het perspectief denken van een kind, maar ook van een ouder. En toen dacht ik, nou ja, waarom is er eigenlijk geen oudertelefoon? Er is wel een kindertelefoon. Ja. En dan kunnen ouders eigenlijk bellen als ze een probleem hebben, of als ze zien dat een kind ergens mee worstelt. Of... Ja. Dat is het idee dan. Ja. En wat vonden ze ervan daar in Den Haag? Nou ja, ze vonden het wel echt een heel goed idee. En ja, ze zeiden dat ze er mee aan de slag zouden gaan. Maar er is eigenlijk nog niks gebeurd. Maar ik vind het wel echt... Je hebt er wel talent voor, volgens mij. En dat vind ik niet alleen. Dat vond burgemeester Jan van Zanen ook. Hij zei het was een pientere meid. Wat vond je daarvan dat hij dat zei? Nou ja, ik vond het echt heel leuk dat ik op zijn Instagram met hem stond. Ja. Ik ben wel trots op jezelf dat je dat hebt gedaan. Zeker. Nou ja, dat wordt dan wel een hoog cijfer op school, denk ik, voor je spreekbeurt. Nou ja, ik hoop het. Wanneer heb je hem? 10 december. 10 dat december. Duurt nog even. Dat duurt nog. Ik wens je er hartstikke veel succes mee. Nou ja, heel erg bedankt. En voor mij ben je al de toekomstige minister, hoor. Van welke afdeling wil je dan minister worden? Nou ja, het liefst van Algemene Zaken. Algemene Zaken. Zodat je ook gewoon kan beslissen over die oudere telefoon. Ja. Super. Heel stoer. Heel ander vraagje. Wil je later ook trouwen? Het lijkt me wel leuk, maar het hoeft niet. Je hebt wel een heel bijzondere rol gehad bij het huwelijk van jouw ouders, toch? Ja. Het was heel leuk. Het was echt een hele bijzondere dag voor mij. Wat is er gebeurd? Wat moest je doen? Nou ja, ik mocht de ringen met mijn zusjes geven. En dat is nog niet zo lang geleden, 2 jaar of zo? Nee. En ik heb ook een speech gehouden.
Ja, dat moet je als minister kunnen. Ja. Ik kom bij je buurman uit. Dat is Jeroen. Jeroen uit Leusden. Want ja, menig vrouwenhart gaat nu smelten hoor, bij dit onderwerp. We zagen net al een deel van het filmpje. Een prachtig huwelijk aanzoek. Ja. Alles haal je uit de kast. Gaan we zo meteen zien. Hoe dol ben jij wel niet op je vrouw? Ja, dat weet ze nu wel. Ik kan ook deze week helemaal niks fout doen. Het is allemaal... Ja. Maar ja, je kan ook niet veel fout doen, want ze is er niet. Ook dat, ze is vertrokken vanmorgen. Maar ja, anders was ze erbij geweest natuurlijk hier. Maar, ja. We hadden jullie graag samen aan tafel gehad, maar ze zit in Malaga. Ze rennen toch niet van je weg, hè? Nee, dit was allemaal gepland. En ik ben ook al een paar dagen weg geweest. Dus het was... Het kon niet anders. We halen die tijd wel weer in. Een lekker vrije relatie. Ja. Maar goed, laten we het niet langer in spanning houden. Laten we even kijken naar hoe het filmpje afliep. Op de terras. Ja. Ik zit hier dus echt met kippenvel. Ja, ik ook weer. Ja, het is zo mooi bedacht. Ik moet ook niet te vaak kijken. Want, nee. Hoe kom je hier nou bij? Ja, ze zit in het turnen. Ik kom op de gelijke plaats met turnen ongeveer. Ze geeft turnles aan tieners bij de Impala-vereniging in Leusden. Dus op een gegeven moment kwam het idee van... Oké, het wordt nu wel tijd om actie te ondernemen. En en ik vind het dan wel leuk om dat dan wel... daar weer in door te draven, zeg maar. Dus het begon eigenlijk met de turnvereniging te bellen. Van, joh, ik heb dit idee. Kunnen die meiden daar een rolletje in spelen? En kunnen we het ook stilhouden, zeg maar? Want dat is ook best een kunst. Ja, die meiden hebben geoefend een aantal weken. Maar die wisten niet waarvoor. Oh, dus ze wisten het zelf nog niet? Ja, ze is één les in de week, dan is zij er niet bij. Dan traint ze niet. Ah. En dan traint de andere trainster die kinderen. Dus toen hebben ze geoefend en ze wisten niet waarvoor. Dat hoorden ze eigenlijk 2 dagen voor dat aanzoek, hoorden ze pas waarvoor het eigenlijk was. Oh, wauw. En die hele club met mensen achter die lichtgevende letters? Ja, alle familie en vrienden. Een stuk of heel wat, zeg maar. Dus iedereen stond daar achter. Ja, iedereen achter het wist het ook. Dus het was ook wel een risicootje. Van ja, gaat iedereen zijn mond kunnen houden? En ze was nog te laat. De schoonmoeder ging wel flap uit. Sorry, Ilja. Maar dat is allemaal goed gegaan. Maar ze kwam nog te laat ook, toch? Ja, ze was altijd te laat. Dus dat was wel een beetje ingecalculeerd. Maar ze was ook vrij die middag van de werk. Dus het kon ook nog wel eens zijn dat ze dit keer wel op tijd zou zijn. Dus... Hoe zenuwachtig was jij? Behoorlijk. Ja, het ging heel goed de hele dag. We hebben daar opstaan bouwen en dan nog wat spullen gehaald en voorbereid. En toen kwam iedereen binnen en denk, oh ja, nu wordt het toch wel iets meer beladen, zeg maar. Maar ze zei ja. Ja, gelukkig wel. Van harte gefeliciteerd. We hebben een foto van haar uit Malaga. Want nogmaals, ze kon er dus niet bij zijn. Nee. Want je kwam ook op het idee omdat je zelf ook een bedrijfje runt in dit geheel. Ja, ik ben DJ bij de Vriendelijke DJ's, het Leusden ook. En we doen honderden bruiloften, kleine 200 per jaar zo'n beetje. Dus we zien veel bruiloften en we vuren ook die letters die je op de foto ziet net, of in het filmpje. Die vuren we ook voor aanzoeken. Dus we zien iedere week een paar aanzoeken. Dus dat... Ja, 1+1 is dan 2 en dan... Maar zoals dat die hele familie dus achter die letters stonden, dat heb je al vaker gedaan? Nou, wel is dat er een paar mensen bij zijn, maar niet dat er 35 mannen achter staat. En een doek ervoor en confetti en... Nee, niet zo uitgebreid, zeg maar. Maar jouw vrouw, aanstaande vrouw moet ik zeggen, van Sien, die was helemaal niet gek op die letters daar. Nee, die zijn vorige week nog, want die aanzoeken komen wel eens ter sprake bij ons, want ze ziet het natuurlijk allemaal op Facebook voorbij komen. Dus je zei vorige week nog van, als je mij ooit een keer natuurlijk vraagt, hoef ik geen letters hoor. Oh nee, maar wat dacht je toen? Nou ja, ik heb ook gezegd van, nou dan kan ik weer wat anders verzinnen. Je denkt, speel maar die mee. Letters waren maar een heel klein onderdeeltje. Meestal draait het hele aanzoek om de letters, maar nu was het meer de turnmeiden en iedereen erbij. En de letters was meer de boodschap alleen nog, zeg maar. Wil jij ook ooit zo ten huwelijk gevraagd worden? Het lijkt me wel heel tof. Mij ook. Jij, Ibine? Maar dan in het gemeentehuis of zo. Ik vind het toch wel... Ja, ik heb toch wel liever zo... Lekker groot. Ja. Ik ook hoor. Dat is toch heerlijk. We mogen best een beetje prinsesjes zijn die ene keer. Ja. Maar wanneer gaat het gebeuren? Ja, geen idee. We gaan nu eens binnenkort bij eens wat locaties langs en zo. Die ik allemaal al ken ook. Alleen zij nog niet. Dus dat wordt... Ik weet al een beetje hoe het gaat gebeuren. Maar zij moet ook nog even de mening overgeven natuurlijk. Dan begint jij grote taartproeven en zo, hè? Ja, ik vind dat eigenlijk minst belangrijk. Als jij zo creatief blijft, dan wordt dat ook weer een spektakel. De druk ligt hoog, denk ik. Ja, dat komt goed.
Om een bruggetje te maken naar Emine gaan we het hebben over Sinterklaas. Want die noemde ze vroeger ook een huwelijksmakelaar. Ja, het is eigenlijk een verbastering, want iedereen noemt hem de heiligman. Maar het is eigenlijk een huwelijksman. Wat grappig. Hij was helemaal fan van de liefde. Hij zette zich in voor de armen, maar hij zette zich ook in voor de liefde. Hij wilde de liefde promoten. En dit gaat heel ver heel terug. Ver, toen ja. Sinterklaas nog in zijn kinderkleding rondliep op de hand. Hè? Want ja, nu is hij dat zo oud. Dus dat is het verhaal. En hij strooide maar ook. Ja, het begon eigenlijk, of een van de bekendste verhalen is dat er drie zusjes waren. En die kregen maar niet, die konden maar niet aan de man komen. Want hun vader was niet rijk en die kon dus niet de bruidschap betalen. Mm. En toen de goedheiligman of de huwelijksman dat hoorde, strooide hij muntjes door het raam. Ah. En vandaar dat we nu ook als symbolisch kruidnootjes zo strooien. Maar je noemt dit kruidnoten, maar ik noem dit dus oorspronkelijk pepernoten. Ja. Maar dit zijn geen pepernoten. Nee, oorspronkelijk, nou ja, dit is nu de taai-taai, maar die brokken eigenlijk, die hele grillige brokken die je ziet, die wel naar taai-taai smaken, dat zijn eigenlijk pepernoten. En dit zijn kruidnootjes. Maar ook pepernoten, vind jij dat naar peper smaken? Nee. Ik ook niet. Waar komt dat dan vandaan? Ja, oorspronkelijk is dus, noemden ze vroeger eigenlijk alle specerijen en kruiden, noemden ze gewoon samen peper. Oh. Dat was peper. En daar zat vroeger anijs in. Anijs en honing. En vandaar, ja, anijs was een kruid. Dus dat werd dan peper. De peperkoek. Ook een duur kruid. Ja, een heel duur kruid. Peperduur. Peperduur, ja. Peperduur. Kijk daar aan. Komt dat ook vandaan. Ja, vandaar. Dit was de oorspronkelijke vorm. Dus de brokken. En de marsepein? Hebben we daar ook nog een verhaal over? Ja, de marsepein. Ja, marsepein was heel duur vroeger. Nu nog steeds wel, hè? Als je het echt bij de bakker haalt. Ja. Wit lekker marsepein? Ja hoor. Amandelen. Mijn vriendin is er zot op, dus ik hou hem wel eens. Ja. Nou, dat moet je meenemen. Ja. Dan komt ze terug en dan maak je het weer een verrassing van. Ja, amandelen waren heel duur. En als je dan vroeger rond Sinterklaastijd een hartje aan een vrouw gaf, dan van marsepein, dan liet je blijken dat je van haar hield. En nu hebben we het vaak in de vorm van een varken. En dat komt omdat van oudsher staan varkens symbool voor geluk. Nou, wat een liefde allemaal in deze uitzending. Ja, allemaal liefdes. Want dat zit ook met die speculaties zo in elkaar, toch? Dat had ook iets met liefde inderdaad, te maken. Inderdaad, ik heb er hier ook een. Vroeger ook weer rond Sinterklaas was er de traditie dat een jongen een speculaasman dan versierde. En dan gaf hij dat aan een meisje. En als ze hem aannam, het speculaaspoppetje, dan zat er een kans in dat het dan haar vrijer zou worden. Maar dan moest ze dat thuis eerst bespreken met haar ouders. En als de ouders akkoord waren, dan brak ze het hoofd. En dan was de vrijer, zat hij gebakken. Oh. Maar als ze zijn benen brak, dan moest hij de benen nemen. Dan moest je de dat is ook een leuk verhaal. Ja. Ben jij even blij dat Francine het hoofd heeft geknakt? En het heette speculaas van specerijen en Sinterklaas. En dan Klaas en speculaas. Ah. Maar het kan ook van het Latijn komen van speculator. En dat betekent weer de man die alles ziet. Ah, wat vind jij het allerlekkerste wat hier op tafel ligt? Ik denk de chocoladeletter. Nou, pak jij een lekker stuk. Het grootste stuk zou ik nemen. In deze. Oh. Nou, je bent bescheiden. Ik neem de tataai. Hartelijk dank voor jullie mooie verhalen. Ik wens jou heel veel geluk in de toekomst. Ja, dankjewel. En jullie samen ook van harte gefeliciteerd. Ja, en maak er een prachtige bruiloft van. Gaat goed komen. Leuk, doe er de groeten. Ja, mooi spijntje. Dankjewel. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Dus graag tot dan.